Hoi, welkom. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat. Met mij gaat het ook prima, eigenlijk. Ik ben wel moe. Ik heb het koud. En ik heb het druk. Vandaar ook dat er vorige week niet zo'n video zoals normaal gesproken online kwam. Maar nu weer wel. Maar goed, ik genoeg gerateld over mij en mijn probleempjes, want daar zijn jullie hier natuurlijk niet voor. Jullie zijn natuurlijk razend benieuwd naar de onopgeloste zaak die ik deze week ga bespreken. Althans, dat denk ik dan. Deze week ga ik je vertellen over een vrouw genaamd Little Miss Lake Panessa. Deze naam. Dit is een meer en deze Jane Doe is naar een meer vernoemd. Want dat doen ze redelijk vaak. Of tenminste, als er iemand gevonden is die niet geïdentificeerd is, dan kijken ze meestal naar wat die persoon aan heeft, wat kenmerkend is, de plek waar ze zijn gevonden. Net zoals bijvoorbeeld Buckskin Girl. Zij had een Buckskin poncho aan. Nou, in dit geval is deze dame dus gevonden in een meer. En ik zeg iedere keer die naam verkeerd. Panasovsky. Lake Panasovsky is het. Oké. Deze keer vertel ik je dus over de Jane Doe Little Miss Lake Panasovsky. Yes, ik zei het goed in één keer. Oké. Als ik het dus gedurende de video een keer fout zeg, excuses alvast daarvoor. Deze dame in kwestie is dus gevonden op vrijdag 19 februari 1971 in Florida. En ze is gevonden midden in het meer Panasovsky. Little Miss Panasovsky is in ieder geval een uur ten noorden van Tampa, Florida gevonden. Zoals ik al zei, in Lake Panasovsky. Onder de Lake Panasovsky brug. En deze plek was ook evenwijdig aan de Highway 75. Dit is dan ook een plek waar twee mensen die dag aan het hitchhiken waren. Ze waren aan het liften, twee mensen uit Illinois. En ze liepen daar langs dat meer, ze keken in dat water. En tot hun grote schrik merkten ze, of dachten ze in ieder geval, een lichaam in dat water te zien. Nou, zij schrokken zich natuurlijk rot, maar besloten gelukkig direct de politie te bellen. En deze kwamen dan ook direct ter plaatse. Nou, ze werd uit het water gehaald en daarna werden een aantal tests op het lichaam gedaan. Nou, wat ze in eerste instantie in ieder geval al best wel snel zagen, is dat Little Miss Lake Panasovsky waarschijnlijk 3 weken tot een maand in het water had gelegen. En dit betekende dan ook dat ze behoorlijk ontbonden was. Je moet het maar eens opzoeken. En ja, alleen als je er tegen kan. Er zijn best wel veel dingen op het internet te vinden. Enfin, je kan gemakkelijk op het internet vinden hoe een waterlijk die zo lang in het water ligt eruit ziet. Als je dat interessant vindt, kun je dat zo intypen op Google. Ik ga het in ieder geval hier niet laten zien voor de mensen met een zwakke maag. Nou, na wat onderzoeken kwamen ze er verder achter dat Little Miss Lake Panasovsky vermoedelijk een witte vrouw was. Nogmaals, ze was erg ontbonden. Ze zou ongeveer in de leeftijd van 17 tot 22 jaar zijn geweest. En ze had bruin haar en vermoedelijk ook bruine ogen. Nou, deze bruine ogen konden ze niet meer zien. Want als iemand overlijdt, begint volgens mij, als ik het goed zeg hoor, het proces van dat de ogen al wat waziger beginnen te worden. Dat begint al volgens mij na 2 uur. Nou, deze dame lag 2 weken tot een maand in het water. Dus dan kun je denk ik zelf wel invullen waarom dat de bruine oogkleur een vermoedelijk bruine oogkleur is geweest. En dat ze dat niet vast hebben kunnen stellen. Nou, wat Little Miss Lake Panasovsky verder allemaal droeg en aan had toen ze gevonden werd, waren als volgt. Ze had namelijk een groene witte sjaal om. Ze had een groene geruite broek aan. Een groen shirt. Wit gouden horloge van Belo aan haar linkerhand. Een gouden ring aan haar linkervinger. Wat eventueel zou kunnen betekenen dat ze verloofd of getrouwd was. Althans, dat suggereren ze in heel veel van die bronnen. Maar ja, goed, kijk, ik heb ook allemaal ringen aan. Toevallig niet één aan mijn linker ringvinger, maar goed. Ik denk dat er zat mensen zijn die ringen gewoon mooi vinden. En daar hoef je dan dus niet per se getrouwd of verloofd voor te zijn. Maar goed. Daarnaast droeg ze ook nog een smalle gouden ketting om haar nek. Zoals ik eerder al zei, was Little Miss Lake Panasovsky behoorlijk ontbonden. Maar de politie dacht eigenlijk vrij direct de doodsoorzaak te kunnen bepalen. Nou, is mij niet helemaal duidelijk of ze dat ook daadwerkelijk hebben gezien. Want ze dachten namelijk dat ze gewurgd was. Ze had namelijk een riem om haar nek, een herenriem, maat 36. En het is mij niet helemaal duidelijk of dat er dan ook gelijk striemen in haar nek waren. Want
Ik zou denken dat ze nogal voorzichtig zijn met dat gelijk bepalen. Want ja, wie zegt dat er dan ook daadwerkelijk... dat dat de doodsoorzaak is geweest. Ik bedoel, ik denk dat er best wel een aantal zaken zijn... waarbij wordt gedaan alsof dat de doodsoorzaak is... maar dat het dan iets anders is. Dus dat het een soort van geframed wordt alsof het dat is. Begrijp me niet verkeerd hoor. Ik zou het ook alleen maar logisch vinden... als dat dan inderdaad in de eerste instantie de doodsoorzaak zou zijn. Maar ik denk dat ze daar best wel voorzichtig mee zouden moeten zijn... om dat zo snel te bepalen. Maar goed, je weet natuurlijk niet... En is mij dus niet helemaal bekend waarom dat ze dat direct hadden bepaald. Of dat dan dus alleen door die ring komt. Of dat ze dus ook streamen hadden gezien. Andere dingen. Is mij niet helemaal duidelijk. Verder onderzoek en testen op het stoffelijk overschot van Little Miss Lake Panasonic. Zeg ik het weer verkeerd? Little Miss Lake Panasonic. Wezen inderdaad uit dat ze inderdaad gewurgd was. En dat dat de doodsoorzaak was geweest. Ook kwamen ze erachter dat ze minstens 1, waarschijnlijk 2 keer bevallen was van een kindje. En ook had ze behoorlijk veel gebits, er was veel in haar gebit gerommeld, zeg maar. Dus ze was vaak naar de tandarts geweest en het zag er allemaal goed uit. Ze had kronen, et cetera, et cetera. Ook onderging ze een orthopedische operatie aan haar enkel, waarschijnlijk tussen 1967 en 1970, wat ze de Watson-Jones techniek noemde blijkbaar. Dat je het allemaal kan zien aan een stoffelijk overschot. Hè? Bizar gewoon. Nou, mede dankzij het feit dat ze dus een operatie had gehad aan haar enkel. Ook had ze naar verluid een ontsteking in het rechteronderbeen. Een ontsteking van het weefsel wat rondom het bot zit. En dit zou naar verluid best wel pijn doen. En mede door dit en waarschijnlijk in combinatie met de enkeloperatie... zou het mogelijk kunnen zijn dat ze misschien wat mank liep. En in de eerste instantie wat ze eigenlijk hoopte... is omdat zij zoveel medische gegevens had. Ze had dus een operatie. Ze had zoveel dingen laten doen in haar gebit. Waardoor dat er allemaal netjes uitzag. Daar zijn allemaal gegevens van. Dus ze hoopte dat ze aan de hand van die medische gegevens... die gebitsgegevens misschien wel deze vrouw konden identificeren. Nou... niets bleek minder waar, want er werd geen enkele match gevonden. Nou, 6 maanden nadat Little Miss Lake Panasonic werd gevonden, werd ze begraven op de Oak Grove Cemetery in Wildwood. En ze werd begraven en om haar toch een soort van, ja, om toch aan te kunnen tonen wie dat er op die plek begraven was, kreeg ze een metalen plaatje op haar graf waar Jane Doe 1971 opstond. 10 jaar later werd Jamie Adams de sheriff van Sumter County. En hij nam dus ook een kijkje in alle onopgeloste zaken. De cold cases die allemaal lagen op dat department. En hij las dus het verhaal van Little Miss Lake Panasonic. En het greep hem echt enorm aan. En hij begon er meer en meer over te lezen. En op een gegeven moment besloot hij dan ook een jaar nadat hij was begonnen... dat de zaak heropend moest worden. Hij wilde meer en meer informatie vergaren. Hij wilde kijken of er misschien een mogelijkheid was... om met de techniek die ze toen de tijd hadden... wat ze dus eerder toen Little Miss Lake Panasonic gevonden was... dus nog niet hadden... of dat ze daar misschien deze zaak mee konden oplossen. Nou, uiteindelijk heeft hij een verzoek ingediend bij het gerechtshof... om Little Miss Panasonic, die dus op dat moment behoorlijke tijd al begraven was... om haar terug op te graven voor verder onderzoek... wat misschien zou kunnen helpen om de zaak op te lossen, eindelijk. De rechtbank gaf toestemming en op 18 februari 1986... is Little Miss Lake Panasonic dan ook inderdaad opgegraven... zodat ze meer informatie naar boven konden halen. Nou, er werd contact gelegd met diverse forensische toppers en... er werd gevraagd of ze het gezicht van Little Miss Lake Panasonic zouden kunnen reconstrueren. Nou, op een gegeven moment werd Linda Galiner ook gevraagd. En zij stond er onbekend forensisch tekenaar te zijn. Ik weet niet of je dat per se zo noemt. En zij werd dan dus gevraagd om op basis van die reconstructie een compositietekening te maken van hoe Little Miss Lake Panasonic er vroeger uit zou hebben gezien. Dat zij dan naar voren zouden kunnen komen en zouden zeggen van... hé, die ken ik van vroeger, dat is die en die. Nou, wat er ook gevraagd werd is of er een compositietekening gemaakt zou kunnen worden... van Little Miss Lake Panasonic op het moment dat ze in de leeftijd was... dat ze dus vermoord zou gaan worden
Zodat mensen die op dat moment in haar omgeving die ze had gezien, misschien zouden zeggen van... Hé, die heb ik toen op dat moment, op dat tijdstip gezien en dat is die en die, want die ken ik toevallig. Maar goed, uiteindelijk in de tussentijd was Little Miss Lake Panasoffkey weer begraven. Maar ze mocht niet lang rusten, want in 2012 werden er weer nieuwe testen aangevraagd. Er was namelijk weer een nieuwe sheriff die zich bezig hield met de zaak. Dus weer een nieuw iemand die een nieuwe blik erop werpte. Wat natuurlijk fantastisch is dat zoveel verschillende mensen daar overheen kijken. Want misschien heeft iemand in één keer wel iets gevonden wat werkt. En dan heb je misschien gewoon een onopgeloste zaak die dan ineens een onopgeloste zaak is. Goedemorgen. De nieuwe sheriff was Darren Norris. En hij zei dat het misschien wel een idee was om isotopen testen te gaan doen op Little Miss Lake Panasoffkey. En dit zorgde toch best wel voor een soort doorbraak in de zaak. En deze testen werden uitgevoerd door Erin Kimberly aan de Universiteit van South Florida. Deze testen die wezen uit dat Little Miss Lake Panasoffkey hoogstwaarschijnlijk uit Zuid-Europa kwam. En dan specifiek uit Griekenland. Waar ze ook achter kwamen is dat ze waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, 2 maanden tot 1 jaar in Amerika was geweest. Alvorens ze was vermoord / overleden. Het feit dat ze erachter waren gekomen dat Little Miss Lake Panasoffkey hoogstwaarschijnlijk uit Griekenland kwam. In ieder geval uit Zuid-Europa. Ja, dat was best wel een ding. Want vanaf dat moment hebben ze namelijk ook in Griekenland haar compositietekeningen en compositiefoto's. Ja, het zijn natuurlijk niet echt foto's. Compositietekening is denk ik eerder het juiste om daar te zeggen. Die hebben ze daar ook in Griekenland verspreid. En op een gegeven moment in de herfst van 2012 was er dan ook een bekend Missing Persons programma in Griekenland die de compositietekeningen van Little Miss Lake Panasoffkey in beeld bracht. En dit zorgde behoorlijk voor een ommekeer in de zaak. Want er was namelijk iemand die naar dat programma dus had gebeld naar aanleiding van het zien van die compositietekeningen. En zij beweerde dat zij een oude schoolvriendin was van Little Miss Lake Panasoffkey. En ze noemde haar, of tenminste, ze dacht dat het een vriendin was waar ze dus vroeger mee op school had gezeten in Griekenland. Er was een project binnen die school dat de meiden voor 2 jaar naar het buitenland zouden gaan. Dat zou dan de United States zijn of Australië. En dat ze daar dan werkervaring op zouden doen. Het was een school voor economie, economisch gericht in ieder geval. En ze was vroeger, toen ze dus in Griekenland op die school zaten, was ze goed bevriend met Little Miss Lake Panasoffkey. Zij noemde haar in ieder geval Constantina. Maar ze hadden elkaar uit het oog verloren toen Constantina naar de US ging en zij zelf naar Australië ging. Nou, wat ze er ook bij vertelde is dat die school waar ze met Constantina op had gezeten, dat dat in Griekenland was, in Kyfsia, nabij Athene. En dat die Constantina ook een broer zou hebben die bij de marine in Lavrio zat. Ook vertelde deze vrouw aan de telefoon dat het jaar 1970 was dat ze... Zij dus naar Australië ging en dat Constantina naar de US ging. En dit zou dus overeenkomen met het feit dat ze in 1971 is gevonden. Maar dat er door die isotopentesten, of aan de hand van die isotopentesten, te zien was dat ze waarschijnlijk een aantal maanden tot 1 jaar in Amerika was geweest. Wat dus zou kunnen kloppen. Nou ja, overigens zou je dus in ieder geval denken van, oké, als je dan dus die familie van die Constantina opzoekt of traceert of hoe dan ook, dan heb je toch je antwoord. Nou, deze familie hebben ze dus tot op heden, tenzij er vrij recent iets nieuws is gekomen, hebben ze niet kunnen lokaliseren. Ze zijn er nog niet achter waar deze mensen zijn. En ze weten ook niet waar deze Constantina is. Dus als je het mij vraagt, zou ik het niet heel vreemd vinden als zij misschien dit om eens Lake Panasoffkey is. Trouwens, eerst even kijken, want ik heb niet actief onderzoek gedaan naar deze Constantina. Ja, nee. Voor zover ik kan zien is dat telefoontje gepleegd. Maar is er verder niets meer naar buiten gekomen over mogelijke feiten over deze Constantina. En of zij dus Little Miss Lake Panasoffkey is. Nou ja, naast het feit dat Little Miss Lake Panasoffkey dus nooit is geïdentificeerd, weten we ook niet wie deze persoon is die haar dan ook daadwerkelijk zou hebben vermoord. Dus het is aan 2 kanten gewoon een compleet mysterie. Een compleet onopgelost mysterie. Wat ik ook doe is de contactgegevens in de beschrijving zetten van de mensen die je moet contacteren mocht je
denken bij te kunnen dragen aan deze zaak. Ik heb het waarschijnlijk wel vaker gezegd, maar je weet het maar nooit. Wie weet is er hier iemand met Griekse familie, iemand die zelf uit Griekenland komt, hè, iemand die gewoon ineens een hersenspinsel heeft en denkt, ah, misschien is dit wel iets, misschien kan ik hier wel, kunnen ze hier wel iets mee, je weet het nooit. Als je in ieder geval denkt iets bij te kunnen dragen, dan kun je dat nummer bellen of mailen. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar het verhaal van Little Miss Lake Panasovsky. Ja, laten we hopen dat ze gewoon ooit geïdentificeerd wordt, zodat ze gewoon wel een steen krijgt met haar naam erop en met haar gegevens. En dat mocht er een familie ergens op de wereld onverhoopt naar haar op zoek zijn, dat zij in ieder geval ook wat duidelijkheid krijgen. Dus nogmaals, heel erg hartelijk bedankt voor het kijken en vooral luisteren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!